Wij lezen Gods heilige en onfeilbaar woord in Johannes 20, van vers 1 tot en met 18. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had. Dat is de schrijver van dit evangelie, Johannes. En zei tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder afzonderlijk in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En dan het gedeelte waar we vanmorgen bij stilstaan, vers 11 tot 18. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Ze zei tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar, vrouw, wat weent ge? Wie zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zei tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar, Maria, zij zich omkerende, zei tot hem, Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zei tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover. Zoals gezegd, hopen we vanmorgen stil te staan bij dit gedeelte, vers 11 tot en met vers 18. Gemeente, vanmorgen mogen wij op deze paasmorgen de heerlijke verrijzenis en opstanding van onze Heere Jezus Christus gedenken. Allereerst was het wel heel opmerkelijk dat bij die opstanding op zichzelf niemand aanwezig is geweest. Toen Christus opstond uit zijn graf, die engel kwam, die steen wegrolde
en de Heer Jezus werkelijk opstond en het graf uitliep. Zo concreet moet het ons voorstellen. Daar was niemand bij. Maar gelijk daarna is hij wel aan verschillende mensen verschenen. Aan de vrouwen, aan de discipelen, nog wel later de Emmausgangers. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 zelfs in één keer aan 500 mensen tegelijk. Dat is ook in die paasdagen gebeurd. Maar de eerste aan wie de opgestane Here is verschenen, dat was Maria Magdalena. Zo staat het letterlijk in Markus 16 vers 9. Maria Magdalena was de eerste aan wie de opgestane Here is verschenen. En het is opmerkelijk dat niet één ontmoeting rond Paas, er komen van die verschillende van die ontmoetingen tegen van de opgestane Here. Maar geen ene ontmoeting is zo uitvoerig beschreven als die onvergetelijke ontmoeting van Christus en Maria Magdalena. Haar viel de hoge eer te beurt, want zo mag ik toch wel zeggen, dat de opgestane Here als allereerste aan haar is verschenen. Niet aan zijn moeder Maria, dat had ook gekund. Als eerste aan zijn eigen moeder Maria. Ook niet al aan Petrus of Johannes, dat had toch ook gekund. Maar als eerste verscheen de opgestane Here aan Maria Magdalena. Ook opmerkelijk, laat ik dat ook nog even bij zeggen, aan een vrouw. En niet aan een man. De kerk lijkt soms wel eens vooral een mannenzaak te zijn. Nou, laten we niet vergeten, we hebben onze zaligmaker te danken aan een vrouw, Maria. En het eerste opstandingsevangelie is verkondigd aan een vrouw. En het is ook als eerste verkondigd door een vrouw, Maria Magdalena, zeg mijn broeders. Zij wordt wel genoemd de apostel van de apostelen. Zij was de eerste apostel die het paasevangelie aan anderen heeft verkondigd. Maria Magdalena, we weten niet zo heel veel van haar. Hè. Wel wordt gezegd in een andere evangelie dat de Heere Jezus haar had verlost van 7 duivels. En 7 is het getal van de volheid. Dus deze vrouw was helemaal in de greep van de boze geweest. Helemaal in de greep van de zondemacht geweest. Zo gebonden, zo geboeid, maar door de Heere verlost. Bevrijd. Hij had zijn liefde uitgestort in haar zondaarshart. En daarom kon ze niet anders meer dan hem vurig liefhebben. En dat blijkt ook vanmorgen en rond heel die lijdensgeschiedenis. Maria Magdalena. Wat heeft ze haar Here zo hartstochtelijk lief gehad. Om te beginnen, daar op Golgotha's heuvel. Daar stond Maria Magdalena. En ze zag hem die zij lief had lijden. En ze hoorde uit zijn mond zijn laatste woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zij stond erbij. En ze stond erbij toen vervolgens zijn dode lichaam van het kruis werd gehaald. Ze stond erbij. Weinig anderen, maar zij stond erbij. Ze kon geen oog van hem afhouden. Wat moet zij gedacht hebben toen ze dat allemaal zag, hè? En toen vervolgens dat dode lichaam van de Heer Jezus door Jozef van Arimathea en Nicodemus werd weggedragen naar het graf. Wie liep er achteraan? Maria Magdalena.
En toen die beide mannen vol liefde behoedzaam dat lichaam van de Heer Jezus te rusten hadden gelegd in dat graf. En de zware steen ervoor gewenteld. Ja, toen gingen die mannen naar huis. Maar Maria Magdalena, ik zou bijna zeggen, natuurlijk niet. Zij bleef bij dat gesloten graf zitten. Ze kon gewoon geen afscheid van hem nemen. En toen, op die vroege paasmorgen, toen iedereen nog lag te slapen, ja, er was er één en die kon het in haar bed niet uithouden. Laat de ander dan maar slapen, maar ik kan niet meer slapen, want ik moet naar hem toe. En ze ging, zo hebben we het gelezen, op de eerste dag van de week, als het nog duister was, dat was scheen, maar ze kon niet wachten tot het licht was. Ze kon gewoon niet meer waar ze moest gaan. Ze werd onweerstaanbaar tot hem getrokken. En toen, hoe ging het toen verder? Nou, toen vond ze het graf leeg. En toen ging ze naar de stad, terug naar de discipelen, ze boodschapten, de Heer is er niet meer. En toen gingen die discipelen, Peter en Johannes, zelf naar het graf om polshoogte te nemen. Wie liep er achteraan? Maria Magdalena, die ging weer mee terug. Ze bleef niet in Jeruzalem zitten, maar ze ging weer mee. En toen die beide discipelen ook hadden gezien dat het waar was wat zij gezegd, dat zij geloofden, zo staat er, ja, wat geloofden ze? Dat de Heer er niet meer was, dat geloofden ze. Ja, toen hebben ze nog even daar wat gestaan. En toen zijn Petrus en Johannes maar weer naar huis gegaan. Maar er was er één en die kon niet naar huis gaan, al stond ze daar voor de tweede keer. Maar ze bleef daar staan. Ze bleef daar staan. In haar eentje. Vers 11. Maria stond buiten bij het graf. Wenende. Ene vloed van tranen. Verderop in vers 13. Dan vraagt die engel het ook weer. Hè, vrouw, waarom ween je die tranen? En verderop in vers 15 vraagt de Heer Jezus ook weer, hè, vrouw, waarom ween je? Ze was ene vloed van tranen en ze kon niet meer stoppen. Augustinus, hij zegt, ze verlangde naar zijn aanwezigheid. En daarom weende ze over zijn afwezigheid. Wat kun je daar jaloers op wezen, hè? Dacht ik van de week toen ik hiermee bezig was. Als iemand tranen heeft om een afwezige Christus. Ik wou dat ik ze meer had. Wat kun je daar jaloers op wezen? Als iemand tranen heeft om een afwezige Christus. Gemeente, het is niet zo'n goed teken als onze ogen droog blijven. En wij zo makkelijk met een afwezige Christus in ons leven het kunnen volhouden. Zij kon dat niet. Hebben wij wel eens tranen gehad om een afwezige Christus? Daar had niet alleen Maria last van. Daar had David ook last van. Psalm 119. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. Dus dat is zomaar een keer dat iemand daar wat gevoelig voor is. Blijkbaar, ik zal niet zeggen bij iedereen. Maar ik denk dat er weinig bekeringen zijn zonder tranen. David die had ze ook. In het uitzien naar uw heil. Met zo'n heet, met zo'n hartstochtelijk verlangen. Augustinus, hij zegt, het was liefde die over haar wangen stroomde. Er stroomden geen tranen. Hij zegt, de liefde stroomde over haar wangen.
zoals de Heer Jezus ooit zelf eens in tranen bij een graf heeft gestaan. Lazarus, de kortste tekst uit de Bijbel. Jezus weende. Waar was dan een teken van? Ziet hoe lief hij hem had. Nou, vanmorgen mag je van Maria Magdalena zeggen. Zie hoe lief zij hem had. O Heere, geef mij meer tranen. Geef mij meer van die liefde. Als zij dan weende, zegt vers 11, bukte ze in het graf. Ja, ze had 's morgens vroeg zelf al als eerste in het graf gekeken. Het graf was leeg. Vervolgens waren Peter en Johannes meegegaan. Peters had in het graf gekeken, het was leeg. Johannes had in het graf gekeken, had het ook gezien, het was leeg. En nou kijk, zij als, waren als vierde nog weer een keer in dat graf. Liefde is niet tevreden met één keer. Stel nou voor, om een voorbeeld te gebruiken, iets wat voor je heel belangrijk en kostbaar is en je bent het kwijt. En je kan het eigenlijk niet missen. Je zoekt, maar je kan het niet vinden. Nou, op een gegeven moment stop je maar. Maar ja, je zit 5 minuten in je stoel. Je denkt, ja, maar ik moet het toch gewoon hebben. En je gaat voor de volgende keer, je gaat weer zoeken. Want ik moet het hebben. Maar ja, je zoekt weer links en rechts en overal en je vindt het niet. Op een gegeven moment, ja, dan geef je het maar weer op. Maar ja, je zit weer even en denkt, ja, maar het is toch te gek. Ik moet het gewoon. En je gaat voor de derde keer. Het moet je maar wat waard zijn, hè. Je kan misschien even weer gaan zitten, maar, ja, maar ik moet het hebben. Ja, als Christus een beetje waarde voor je heeft gekregen, kun je het niet meer laten om hem te zoeken. En weet je ook niet meer van opgeven. Dan blijf je zoeken. En dan blijf je roepen. En dan blijf je vragen. En dan blijf je klagen. Omdat je niet meer zonder hem kunt. Die bruid uit het Hooglied. Heb gij dien gezien? Die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem. Daar heb je er weer een, net als deze Maria. Ik zocht hem. Maar ik vond hem niet. En toen, nou ja, toen gingen ze maar weer naar binnen, hè. Nee. Dat kon niet, hè. Dat kon niet, hè. Ik zei, ik zal nu opstaan. En de stad ingaan. Ik zal hem zoeken die mijn ziel lief heeft. En ik zocht hem. Maar ik vond hem niet. En is ze nog niet tevreden, dan geeft ze het nog niet op, want ze weet van geen opgeven. Dan komt ze die wachters tegen. En wat vraagt ze dan? Ah, wat die prachtige vragen. Wat ben je gelukkig als je dat zo mag vragen. Hebt gij dien gezien? Die mijn ziel lief heeft. Nou, dat was vanmorgen bij deze vrouw precies hetzelfde. Hebt gij dien gezien? Die mijn ziel lief heeft. Lieve mensen vanmorgen, herken je daar nou iets van? Dat je hem niet meer missen kunt. En dat je hart maar één groot verlangen is en wat nergens anders mee tevreden gesteld kan worden dan met hem en met hem alleen. Omdat ik zonder hem verloren ben. Omdat er maar één is die mijn hart blijdschap kan geven. En dat is hij. En niks en niemand anders. En alles buiten hem leeg en leeg is. Of niet? Of niet? Geef er nou eens antwoord op. Is hij nou zo alles voor ons? Heer, ik kan alles missen als ik u maar heb. Maar zou ik nou alles hebben behalve u? Dan ben ik de ellendigste van de hele wereld. Deze vrouw.
Ze kon gewoon niet meer zonder Christus. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Ja, dat kan het wel zijn, tijden van moedeloosheid. Omdat Christus zo onbereikbaar ver weg lijkt te zijn. Het kan je zo moedeloos maken. Zal ik hem ooit vinden? Zal die ooit komen in mijn leven? Het kan zo'n strijd zijn en zo'n nood. Nou, laat dan vanmorgen deze geschiedenis voor zulke aangevochtenen tot versterking en tot bemoediging zijn. Zij heeft gevonden wat ze zocht. Ook al was ze onverstandig en kleingelovig. Maar toch, ze heeft gevonden wat ze zocht. En daar zorgt de Heer nog steeds voor, ook vandaag. Als hij dat zoeken in een hart heeft gelegd. En ik hoop dat dat zo is. Als hij dat zoeken in ons hart heeft gelegd, zal hij er ook zelf voor zorgen. Dat zoeken vinden wordt. Hier vanmorgen staat het als een bemoediging. Kijk maar, vers 12 en 13. Ze zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En de engel zei tot haar: vrouw, wat weent gij? En ze zei tot hem: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. Ja, Maria, als jij hier in dit graf een dode Jezus had gevonden, dan had je alle reden gehad om te wenen. Maar nu jij hier in het graf komt en hij is er niet meer, heb jij geen reden om te wenen, maar heb jij alleen maar alle reden om verblijd te zijn. Je weet niet waar hij ligt. Ja, hij ligt nergens. Want hij is opgestaan. Het graf is geen plaats van de dood, maar van leven en van overwinning. Augustinus, hij zegt al een beetje cru, hij zei, wij zeggen het graf is de plaats voor de wormen. Hij zegt, maar sinds Pasen is het graf de plaats voor de engelen. Het is een geheiligd graf, Christus heeft de dood overwonnen. Cru gezegd, Augustinus zegt, ze vond in het graf geen wormen, maar engelen. En die waren boodschappers van die blijde opstanding. Wat ween je dan? Wat ween je? Als je je dood had aangetroffen en de tekenen van de dood, dan had je alle reden gehad om te wenen. Maar je treft geen enkel teken aan van de dood. Je hebt ook geen reden om te wenen, maar om verblijd te zijn. Wat weent je? Ja, waarom? Omdat ze haar Heere kwijt was. En met hem was ze alles kwijt. Hij die haar van die zeven duivels, van die macht en van die gebondenheid bevrijd en gered had. Ze had zijn genade ervaren. Ze had zijn liefde ervaren. Ze had zijn onderwijs ervaren. Ze had zijn nabijheid ervaren. En dat was ze nou allemaal in één keer kwijt. Ze was alles kwijt. Voor haar gevoel zat geen levende zaligmaker, maar een dode zaligmaker. Dus was alles verloren. Geen genade meer, geen liefde meer, geen onderwijs meer, nooit meer zijn nabijheid. Ja, daar is alleen maar de verlorenheid. Dacht ze. Maar zo was het natuurlijk niet, hè? Want waar de Heere begint, daar maakt hij het ook af. Zo zijn we toch deze dienst vanmorgen begonnen. Die nooit laat varen de werken van zijn handen. Bij Maria Magdalena. Hij was zijn werk toch begonnen. Maria, Maria.
Jij kent toch Psalm 138 wel, die niet laat varen wat zijn hand begon. Maar ja, wij kunnen makkelijk praten, maar je moet maar hetzelfde ervaren als deze Maria Magdalena. In je eigen leven, tijden van diep gemis, dat de Heere er niet meer lijkt te zijn. Je doet je Bijbel open, maar hij spreekt niet. Je zit in de kerk en je hoort de beste preken, maar hij zwijgt. En je probeert te bidden en de woorden bevriezen in je mond als het ware. Alles dood en leeg en krachteloos. Geen vertroosting, geen verkwikking, alleen maar dood. Maar denk dan aan hem, die de getrouwe is, die wel zegt, in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht. Voor u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want bergen mogen wijken, heuvelen wankelen. Maria, Maria, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. En dat gaat Maria, die kostbare woorden van Jesaja 54, hier vanmorgen bij dat graf ervaren. Dat hij de getrouwe is. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Dan staat Maria daar, bij het graf. Die engel vroeg, wat weent ge? En dan draait ze zich om. En er ziet ze iemand achter zich staan, vers 15. Het is de Heere zelf. En hij stelt diezelfde vraag als die engel van vers 13. Hè? Vrouw, wat weent gij en wie zoekt gij? En zij menen dat het de hovenier was. De Heer hield haar, als het ware, haar ogen even verborgen. Net als bij die emmerschangers, daar liep hij ook naast. En hij hield zich voor hen verborgen. En hetzelfde gebeurt hier ook vanmorgen bij haar. Waarom ween je? En ze zei tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Ja, hij kon daar het beste antwoord op geven. Zeg mij waar gij hem gelegd hebt, want het ging over hemzelf. Ze had aan geen betere deze vraag kunnen stellen. Het ging over hemzelf. Al herkende ze niet. Ze denkt dat het een hovenier is, een onbekende, en dan wel heel wonderlijk. En daar staat er eigenlijk een vreemde, een onbekende man, een hovenier die daar blijkbaar werkt. En in één keer, ja, ze kan zich niet meer inhouden en ze stort voor die onbekende haar hele hart uit. En let er eens op. Ze zoekt Jezus. Maar in vers 15 ze noemt ze zijn naam niet eens. Heel opmerkelijk. Als je kijkt naar vers 15. Heere, zegt ze tegen die hovenier. Zo gij hem, dat bedoelt ze dus de Heer Jezus mee. Zo gij hem weggedragen hebt. Zeg maar waar gij hem gelegd hebt. En ik zal hem wegnemen. Die hovenier, die onbekend, die moet me raden over wie ze het heeft. Ja, wij weten het als lezers van het evangelie, maar er staat een man en er staat een vrouw in tranen voor hem. En ze zegt niet eens over wie ze het heeft. Hem, hem, hem. Ja, over wie heb je het? Hij moet maar raden wie ze met die hem bedoelt.
Isaac Ambrosius, in zijn Zien op Jezus, heeft hier hele mooie dingen over geschreven. Hij zegt, het is de taal van de liefde. Dat zij zijn naam niet eens noemt, maar ze zegt alleen maar hem en hem en hem. De taal van de liefde. Ze gaat er als het ware vanuit, ja, iedereen moet hem toch kennen. Als ik het over hem heb, dan kan het toch maar over één gaan. Mijn Heere en mijn zaal, over wie anders zou ik het moeten hebben? Nou, wie anders zou mijn hart uitlaten? Hem en hem. Want zoals hij, zo is er toch maar één, de schoonste onder de mensenkinderen. Ze is zo vol van hem. Ja, dat is de liefde, zegt Isaac Ambrosius. Dan ga je ervan uit. Ja, maar iedereen die moet er wel vol van hem zijn. Waar kun je nou anders vol van zijn? En waar zou je anders vol van willen zijn dan van hem, van hem, van hem? U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Nou, dat klinkt hier zo in door, hè. Christus was haar dierbaar. En dan wij vanmorgen. Lieve mensen, is Christus ons dierbaar? Dat oude woord, hè. Dierbaar. Daar zit die zin van zo'n waarde dat al het andere zijn waarde verliest. Is dat zo? Heeft hij nou zo'n waarde dat al het andere zijn waarde verliest? Of heb je naast hem nog een heel pakket waar je ook druk mee bezig bent? Of is Christus ons dierbaar? En daar zit ook iets in dat woord dierbaar. Van, ja, meer lief dan iets anders. Dierbaar, waar ik zo aan verknocht ben. Het is me zo dierbaar. Daar ben ik met zulke liefdebanden aan verbonden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Dat is het geheim van dit verlangen van Maria. Mensen voor wie Christus dierbaar is, die herkennen haar zich in haar verlangen. En ze kan niet rusten. Ze kan niet rusten, omdat hij haar dierbaar is, ja, voordat ze hem gevonden heeft. Ze moet hem hebben. Want zonder hem kon ze niet meer leven. O God, zegt die dichter op Psalm 63... Gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Hier is iedereen. Hier is iedereen. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. En mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat. Zonder water, Heer, als u niet bent, is voor mij dit leven een woestijn. Zo is het toch. Als een land dor en mat zonder water. Maria, ze stort zomaar spontaan haar hele hart uit voor die onbekende vreemdeling, die hovenier. En dan zegt die hovenier maar één woord. Maria. En met dat ene woord verandert in één keer alles. Haar hart, haar bedroefde hart, stroomt in één keer vol van blijdschap en vreugde en liefde en leven. Diezelfde Ambrosius, Isaac Ambrosius, hij zegt, als de geest meekomt met het woord. Nou, dat gebeurt hier. Het was maar één woord, maar de geest kwam met dat ene woord mee. En ik hoop dat we zo de Bijbel mogen lezen. Hij zegt, als de geest meekomt met het woord, moet u drie dingen. Wordt ons verstand in één keer verlicht, dan ga je dingen zien dat je later denkt dat ik dat nooit zo gezien heb.
En dat ik nooit zo op hem heb mogen zien. Hij zegt, als de geest in het woord meekomt, 3 dingen, dan wordt ons verstand in 1 keer verlicht. Dan gaan er opeens zulke, nou ik zou bijna zeggen, vergezichten open. Wordt ons verstand verlicht, ons hart als 2e versterkt. In 1 keer, hè, dat zwakke, aangevochten, neergebogen hart. Maar als de geest meekomt met het woord, wordt ons hart versterkt. En onze ziel als 3e verlevendigd. Verlicht, versterkt, verlevendigd. Als de geest meekomt met het woord. En heeft de Heer niet veel woorden nodig, hè? Niet een hele preek. Het was wel een hele korte preek daar, hè? Een preek van 1 woord. Ja, meestal zijn maar een paar woorden, toch? Zo gaat het toch? Als de geest met het woord meekomt, ja, dan is een enkel woord al genoeg. Eerst was het bij Maria zoeken zonder vinden. Tranen zonder troost. Roepen zonder antwoord. Maar nu in 1 keer, hoe bestaat het? Ja, zo kan God alleen maar spreken. In 1 keer is alles zo totaal anders. En werd haar hart zo wonderbaarlijk verwarmd. We hebben het gezongen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in 1 keer. In een blijde reis. Ze kon met wel dansen van blijdschap. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Nou, bij wijze van spreken, ze kon daar wel huppelen, daar bij dat graf. Dat ene woord, door hem zo gesproken, als hij gaat spreken. Gemeente, dat kan zomaar gebeuren. Als hij thuis voor jezelf het woord open doet. Dan moet je het wel doen trouwens, hè. Dan moet je dat trouwens wel doen, hè. Als wij verlangen om zijn stem te horen. Ik zou zo graag dit willen meemaken. Ik zou net zo graag willen luisteren zoals zij toen mocht luisteren. Dan moet je wel het woord open doen. Want als je voor jezelf het woord dicht laat, zul je niks horen. Maar waar wij biddend het woord open doen. Of als we zomaar in de kerk zitten. Dan kan het gebeuren. Ik hoop dat er van die momenten zijn die je herkent. Wat die Ambrosius zo zegt. Dat de geest meekomt met het woord. Ja, dan gebeurt er zomaar in een knip. Dan wordt wat eerst zo algemeen de kerk inklinkt. Dat wordt in 1 keer zo persoonlijk. Alsof je alleen in de kerk zit. Dan voel je heel nadrukkelijk, nu heeft de Heer het tegen mij. Het blijft niet zomaar algemene mededeling. Maar dan heeft hij het tegen mij, dan wordt het persoonlijk. En dan in 1 keer, al zat je te lezen thuis met een hart vol zorgen en nood en tranen. Al zat je in die kerkbank moedeloos en in het donker. En in 1 keer is alles verdwenen en opgetrokken en is het goed. Alle strijd en nood en zorgen zijn voorbij. In een tel, werkelijk waar, in een tel. Dominee Pauwe die zegt, als de Heer zo komt, dan zegt zo'n ziel, dat is God. Je weet het, in 1 fractie als het ware, dat is God. Want zoals Hij spreekt, kan niemand anders spreken. Daar komt zo onuitsprekelijk veel in mee. Dan breekt je hart in kleinheid. Verwondering en in liefde. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat gij mij kent? Kun je niet begrijpen dat gij mij kent, mij opzoekt, tot mij spreekt? Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neer. Hier gebeurde dat, in die graftuin. Jezus 16 zei tot haar Maria, toen keerde zij zich om en zei, Rabboni, meester,
Dat is ook niet veel, hè? De heer Jezus zei niet veel, één woord. En Maria zegt niet veel terug, hè? Het paasevangelie zegt maar twee woorden. Maria Rabuni. Korter kan het eigenlijk niet. Maar meer hoefden ze ook niet te zeggen. In dat ene woord, Rabuni. Dat ene woord was een geloofsbelijdenis. Ik kan misschien beter zeggen, een liefdebelijdenis. Daarmee zei ze meer dan waar we boeken vol mee kunnen schrijven. Jezus sprak. En zij antwoordde. Er zat maar een knip tussen als het ware. Maar als hij gaat spreken, gaat er zo'n wonderlijke kracht van, is gelijk het antwoord er. Gelijk het antwoord. Maria. En zonder te bedenken. Rabboni. Mijn Heere. Mijn God. Oh, dan mogen we wel bidden vanmorgen. Heere. Spreek slechts één woord. Jezus zei tot haar, vers 17, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Raak mij niet aan, je mag het eigenlijk vertalen met, hou mij niet vast. Dat wordt eigenlijk bedoeld. Want het was niet zo dat ze nou de heer Jezus niet echt aan mocht raken. Want later zegt de heer Jezus al tegen Thomas, steek je vinger maar in mijn tekenen en je hand in mijn zijde. Dus het was niet zo dat het verboden was om hem aan te raken. En een ander evangelie lees je van de vrouwen dat ze zijn voeten omvatten. Dus het was niet zo dat Maria hem niet aan mocht raken. Maar hou mij niet langer vast. Dat is iets anders. Hij begreep wat zij als het ware wilde hem vasthouden. Wat wilde Maria? Met dat ze als het ware de Heer Jezus vasthield. Ze wilde hem als het ware weer terugtrekken in dat oude leven van voor Goede Vrijdag. Toen het zo goed was. En hij bij haar was. En met haar sprak. En ze hem kon zien. En hem kon horen. Ze dacht gelukkig, hij leeft weer en dan wordt het weer net zo goed als vroeger. Ze wil hem als het ware weer terugtrekken in die oude tijd van eerst. Maar dat gaat niet gebeuren. Er is een nieuwe tijd aangebroken. Daarom Maria, hou mij niet vast. Het wordt niet meer als vroeger. De heer Jezus is opgestaan, laat ik het nou zo zeggen, aan de overzijde van het graf. Hij is niet terug, maar hij is vooruit. Hij is opgestaan aan de overzijde van het graf. En Maria wil als het ware weer teruggaan aan die andere kant waar zij nog staat als het ware. Er is met Pasen voorgoed een nieuwe bedeling aangebroken. En de opstanding is dan van het begin. In de catechisatieboekjes kun je leren van de trappen van Christus' vernedering. He, zijn nederige geboorte en zijn lijden en zijn sterven en zijn nederdalen ter helle. De trappen van zijn vernedering, maar dan ook de trappen van zijn verhoging. En Pasen vanmorgen gedenken wij de eerste trap, de eerste treden van zijn verhoging. Maar daar blijft het niet bij. Maria wil hem als het ware op de eerste trap van zijn verhoging vasthouden. Nee. Hij moet hier niet blijven. Dat zou helemaal niet goed zijn voor jou, Maria, als hij hier zou blijven. Maar hij gaat straks ten hemel varen. Hij is nog 40 dagen op aarde om ze te overtuigen dat hij leeft, dat hij werkelijk is opgestaan. Maar dan gaat hij terug. Want zijn werk op aarde is af. Met eerbied gesproken, hij heeft op aarde niks meer te zoeken. Want zijn werk, het is volbracht. Zijn werk op aarde was af. Hij kon weer teruggaan naar zijn vader. Raak mij niet aan, kijk maar, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Zo staat het er ook achter. Zo onderwijst de Heere Jezus Maria. En zo moet zij straks de discipel dat onderwijs ook doorgaan geven. Zeg tot mijn broeders, ik vaar op, weer hetzelfde, tot mijn vader en tot uw vader. Ze moet ze gaan onderwijzen in dat nieuwe dat met Pasen begonnen is. Een nieuwe bedeling.
De opstanding van de Heer Jezus is het beslissende keerpunt. Filippenzen 2. Daar staat die bekende uitdrukking over Christus. Dat hij zich vernederd heeft. Hij heeft zichzelf vernietigd, staat er zelfs. Hè? Tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Tot de diepste vernedering. Maar dan slaat het om, hè? Ook in Filippenzen 2. Eerst de diepste vernedering. Hij is vernietigd tot in de dood. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dan slaat het om. Dat is Pasen. Daar is Pasen het begin van. Na die diepste vernedering begint zijn verhoging. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. In het Grieks staat er hyper verhoogd. Hoger dan dat is ondenkbaar. Zozeer verhoogd. Hij die zich zo diep vernederd werd. Die werd verhoogd tot in heerlijkheid. De opstanding is van die verhoging en van die uitermate verheerlijking nog maar het begin. Straks hemelvaart. Zit aan mijn rechterhand. Maria, hou mij niet vast, want ik moet naar mijn troon. Ik moet naar mijn genadetroon. Ik moet daar om de scepter van mijn koninklijke macht op te nemen. Om daar over mijn kerk te regeren, ze te bewaren, ze te beschermen. De dood is verslonden tot overwinning. De kop van de slang is verpletterd. De macht van de hel is verbroken. Mijn werk op aarde beneden is voorbij. En nu begint zijn genadige, heerlijke heerschappij. Het wordt nooit meer zoals het was. Want het is Pasen geweest. En nu stuurt als het ware vanuit die graftuin zich alles voort naar die grote voltooiing, naar die grote verheerlijking. Dat de Vader, als zijn Zoon straks binnenkomt bij de hemelvaart, hem aan zijn hart drukt. Gij zijt mijn Zoon, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten. En dan het laatste, daar wachten we nog op, van zijn voltooide verheerlijking. Straks, de wederkomst, de wederkomst. En zij zullen de Zoon des mensen zien, komende op de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid. Dan zal de volkomenheid van zijn koninkrijk gekomen zijn, waarin God zal zijn, alles in allen. En dat is nu bezig, de Heere bouwt eraan in deze eeuwen na Pasen, om daarheen te werken. Maria, hou mij niet vast, want mijn koninkrijk moet komen. Ik vaar heen tot mijn Vader en tot uw Vader. En er zal mijn geest geven en die zal u in al de waarheid leiden. En die geest zal mijn kerk bouwen en mijn bruid werven. Maar het begon allemaal, die grote verheerlijking die uitstaat straks, die grote eeuwige toekomst. Het begon daar in die graftuin. Maria is de eerste, die stond bij het allereerste begin. Waar het straks allemaal zo op uit zal lopen. Zij mocht als eerste delen in de kracht van zijn opstanding. En de eeuwen door, na Maria Magdalena, is het geweest en het zal worden een grote schare die niemand tellen kan, die allemaal mochten delen in de kracht van zijn opstanding. En nu wij, vanmorgen, we hebben het Paasevangelie weer gehoord. O Heere, spreek slechts één woord en doe mij horen zoals Maria hoorde. Op uw woord, o leven van ons leven, werpen wij ons doodskleed af. Door de kracht uws geestes uitgedreven, treden we uit ons zondegraf. Leer ons duizendwerven in uw kruisdood, meegekruisigd sterven en verheerlijkt op te staan, achter u ten hemel gaan, om Christus wil. Amen.